Dames en heren, wij gaan een programma voor u spelen hier vanuit het Nationaal Orgelmuseum in Elburg. Samen met David de Lasseur, die speelt viool. En ik speel op dit mooie kloporgel. Ons programma is te verdelen in twee grote blokken. Het eerste blok spelen we drie werken van drie componisten uit het begin van de baroktijd. Sommige mensen noemen dat wel eens oneerbiedig oude meuk. Maar dan zeggen wij, oude meuk is leuk. We beginnen met muziek van Frescobaldi, daarna hoort u muziek van Swelinck en daarna hoort u muziek van de iets minder bekende William Braid. En in de tweede blok hoort u dan muziek van de strijder der strijders, Johann Sebastian Bach. Dat komt zo meteen. Nu gaat u luisteren naar Frescobaldi. Hij schreef een canzona, eigenlijk voor twee solo-instrumenten en basso continuo. Dat hebben we iets omgewerkt, waardoor het een soort trio-sonate wordt. Ik speel een van de partijen die normaal een solo-instrument speelt en u wordt op de viool het andere solo-instrument spelen. En met mijn linkerhand speel ik dan de baspartij. U hoort nu muziek van Jan Pieterszoon Swelinck. We gedenken dit jaar dat het 400 jaar geleden is dat hij overleed. En het is natuurlijk, als het erop aankomt, de grootste Nederlandse componist ooit. Werd geboren in eenzelfde soort stad als Elburg, waar we nu zijn, een Hanzestad in Deventer. Maar we kennen hem natuurlijk vooral als de organist van de Oude Kerk in Amsterdam. Hij schreef veel werken voor orgel. En u zult denken, wat moet je nou met orgel en viool van hem spelen? Nou, we spelen een orgelwerk van hem, een van zijn echo-fantasieën. En dat doen we dan op de volgende manier, dat u eerst de viool een bepaald motiefje hoort spelen en vervolgens hoort u de echo door mij op het orgel gespeeld. Thank you.
nu muziek van de iets minder bekende William Braid, geboren in Engeland. En hij ging rond zijn 30e naar Duitsland toe, waar hij carrière maakte. Dat deden in die tijd wel meer Engelse componisten. Hij is in die zin wel van belang, dat van hem is, door hem is waarschijnlijk het eerste stuk geschreven voor viool solo. En dat gaat u zo meteen horen. Ik zal wel meedoen, maar ik speel slechts continuo. En de viool die speelt een variatiereeks op een bepaald koraalthema. Dat wordt eerst gespeeld en daarna hoort u een aantal variaties op datzelfde koraalthema. William Braid, geboren in Engeland, maar carrière in Duitsland. Thank you.
Zoals ik net al zei, is het tweede blok van dit programma gewijd aan de grootste componist ooit, Johann Sebastian Bach, de strijder der strijders, zoals ik hem net noemde. We spelen van hem een trio-sonate voor orgel, de vijfde. En dat doen we net als met Frescobaldi. We passen dit iets aan waardoor de viool een van de manuaalpartijen speelt en ik dus de andere overgebleven manuaalpartij voor mijn rekening neem en de pedaalpartij met mijn linkerhand zal spelen. Bach schreef zijn trio-sonates als oefenmateriaal. Nou, dat is niet het minste oefenmateriaal. En het ligt ook nog eens fantastisch in het gehoor. Dus een van de populairdere serie werken van Bach, denk ik. Zeker als het om orgelmuziek gaat. En u hoort nu dus de vijfde trio-sonate in C groot, WBV 529 van Johann Sebastian Bach.